Soundpainting is een multidisciplinaire, universele gebarentaal die zich richt naar alle performers die op een podium staan. Dus een gebarentaal voor muzikanten, voor dansers, acteurs, beeldende kunstenaars, circusartiesten, gelijk wie iedereen die op een podium staat. De taal is uitgevonden door Walter Thompson, een Amerikaanse componist. Die taal heeft bepaalde pedagogische kwaliteiten, bepaalde mogelijkheden naar onderwijs toe, waar er eigenlijk nood aan is. Mensen zoeken andere manieren om met muziek bezig te zijn. Componisten zoeken andere manieren om om muziek te gaan structureren. En soundpainting beantwoordt een bepaalde nood. En de Soundpainting Academy is een samenwerking tussen de Bijloek en Matrix, Centrum voor Nieuwe Muziek, om mensen op te leiden in die taal. Zondag is er hier op deze plaats een soundpainting concert. Walter Thompson, de uitvinder van de taal, komt zelf meedoen. Ze heeft die laatste soundpainting ensemble soundpainten. Samen met de academisten die ik dan ga soundpainten. De bedoeling is alleszins dat een performance wordt waarbij dat er ook een visueel aspect is. En dat visuele aspect zijn enkele animatiefilms die gaan getoond worden, die gemaakt zijn door afgestudeerden hier van het KASK. We weten nog niet precies wat het gaat worden, want het is een live compositie. Het is een taal om live te componeren. Dat wil zeggen dat het een soort dialoog gaat zijn tussen de muzikanten, de soundpainters en de film. Het wordt dus een zeer spannend gebeuren.